Optima Bank, nog eens, we hebben het er al over gehad, zat ook in het nieuws, want met het faillissement is de kous uiteraard niet af. Peter van Veldhoven, parlementslid van de oppositie, SPA, goedemorgen. Goedemorgen. U vraagt nu een parlementair onderzoek naar wat er allemaal gebeurd is bij Optima. Wat zou het voordeel kunnen zijn van een parlementair onderzoek naar die zaak? Wel, ik denk dat er heel wat onderzoeken gaan plaatsvinden. Er is het faillissement uiteraard. Er zal een strafrechtelijk onderzoek komen, daar twijfel ik niet aan, door het gerecht. Er zijn inbreuken wat sociale wetgeving betreft. Dat betreft allemaal wat er binnen en rond Optima gebeurd is. Maar wat wij als parlementaire vooral interesseert natuurlijk is in welke mate onze toezichthouder, de Nationale Bank, de FSMA, die Optima Bank de afgelopen jaren in het oog hebben gehouden. En hoe zij daarmee zijn omgegaan. Want als we één ding hebben geleerd uit de financiële crisis van 2007, is dat het toezicht op de banken veel strenger moet zijn. En ja goed, we worden nu geconfronteerd met een faillissement van een bank. Dat is niet niks natuurlijk. Heeft u het dan over toezicht op de gang van zaken, over het uitdelen van de licentie? Wat wil u vooral onderzocht zien? Ja, beide. In 2011 heeft Optima die banklicentie gekregen. Daar waren toen al vragen over. Ik denk dat daar duidelijkheid over moet komen in welke mate en op basis waarvan die licentie werd verleend. Maar ik begrijp ook dat de afgelopen tijd de Nationale Bank toch voorwaarden heeft opgelegd aan Optima. Dat gebleken is dat, dat die voorwaarden, dat daar weinig of geen rekening mee werd gehouden door Optima. Sommigen spreken er zelfs van dat Optima eigenlijk totaal geen rekening hield met wat de Nationale Bank zei, dat de Nationale Bank een beetje werd uitgelachen. Ja. Dat moet onderzocht worden. Als parlementslid vind ik dat onze toezichthouders daar klaarheid over moeten geven. Ik denk dat dat de duidelijkheid is die er naast een strafrechtelijk onderzoek ook moet komen. Vraagtekens bij de toezichthouder lezen we ook vandaag de advocaat van de Optima Topman, Jeroen Piqueur. De man die hem dus gaat verdedigen in heel deze zaak. Die man, die advocaat, die blijkt ook voorzitter te zijn van de Raad van Toezicht van die banktoezichthouder FSMA, de financiële waakhond. Kan dat, meneer Van Veldhoven? Ja, dat, het is terecht dat daar vragen bij gesteld worden. Dat gaat dan over minstens een zwaar vermoeden van belangenvermenging. Ook daar doen verhalen de ronde. Dus ik denk dat de Nationale Bank, de FSMA, alle belang bij hebben om daar alle klaarheid in te scheppen. Want als we als overheid, als burger, geen vertrouwen meer kunnen hebben in onze toezichthouders, ja, dan is het ver gekomen natuurlijk. Ja, uw partij, SPA, zit ongetwijfeld verveeld in een vervelende positie, want ex-minister Kop, stuk van uw partij, Luc van den Bossen, die is jarenlang betrokken geweest bij Optima. Ja, en het gerecht moet daar maar het onderzoek voeren dat men moet voeren. Ook wat het rechtelijke betreft, de strafrechtelijke, moet de ondersysteem buiten boven komen. En als Luc van den Bossen of anderen daarin betrokken zijn, ja, goed, ik heb daar geen enkel probleem mee. Waar mij nu om gaat, is dat nog eens los van het strafrechtelijk onderzoek ook andere zaken naar boven gespit moeten worden. Mm-hmm. Ja, want hij is verschillende jaren CEO geweest van Optima Bank. Bij die opstart, die woelige fase die u beschreef, bent u niet bang dat eventuele onregelmatigheden dat zal afstralen op uw partij? Ik ben vooral bang dat onregelmatigheden afstralen op heel het toezicht dat we op de banken hebben georganiseerd. Als daar een individu in betrokken is die ooit minister is geweest voor de SPA, dan is dat zeer, zeer, zeer jammer. Dan betreuren dat de stelligste. Maar het is vooral het gegeven dat zich kan afstralen op heel dat toezicht, dat bankentoezicht, dat mij vooral bekommert. En als daar iemand buiten de schreef is gegaan, dan moet hij maar op de blaren zitten. Wie het ook is. Laatste vraag, hoe ziet u dat concreet? Wil u een hoorzitting, wil u een commissie die daar zich over zal buigen? Welke vorm heeft u voor ogen om die toezichthouder te onderzoeken? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden natuurlijk. Ik wil me daar nog niet echt over uitspreken. Ik denk dat dat iets is voor wat wij de conferentie van de voorzitters in het parlement noemen. Ik denk dat iedereen wel de ondersysteem boven wil krijgen in dat dossier. Laat ons de meest adequate manier van controle uitoefenen door het parlement nagaan in overleg met de andere partijen. Mm-hmm. Hoe sneller we daar duidelijkheid over krijgen, hoe liever ik het zou hebben. Vragen bij de rol van de toezichthouders en de oproep om dat parlementair te behandelen. Peter van Veldhoven, parlementslid voor oppositiepartij SPA. Dank u wel. Dag.